Deze is van Clarence en dit is vooral een basis die heel erg glimmend is. Dus wat het eigenlijk doet, omdat ik er best wel veel van aangebracht heb, is dat het heel erg weerspiegelt, waardoor je dus heel licht lijkt. Deze breng ik helemaal aan over mijn gehele gezicht heen. Dan gebruik ik de Kryolan TV Paint Stick. Dit is eigenlijk een veel te lichte kleur voor mij, maar dat is juist de bedoeling. Ik wil hem eigenlijk heel erg wit maken, maar wel op een geloofwaardige manier. Dus deze kleur maakt mijn huid heel wit en grauwig en heel bleek. Dit gebruik ik dus eigenlijk gewoon als een foundation. Dit ga ik vervagen met een beauty blender. Ik gebruik hier altijd een beauty blender voor die ik al een tijdje niet heb gebruikt. Zodat je niet je nieuwe beauty blender ervoor hoeft te gebruiken. Dan ga ik de te lichte concealer van Colourpop gebruiken. Hij is toch ergens goed voor. Dit is nummer Fair en deze breng ik gewoon aan als een concealer onder mijn ogen. En deze blendt eigenlijk heel erg goed met de TV Paint Stick mee, omdat hij dus zo licht is. Dan ga ik afpoederen. Dit doe ik puur zodat alles gewoon goed blijft zitten. Zeker als je een Halloween feestje hebt, dan wil je natuurlijk niet dat je heel erg gaat glimmen en dergelijke. Dus dan is een poeder altijd wel even fijn. Dan ga ik een Jumbo Eye Pencil gebruiken van NYX in de kleur Black Bean. En daarmee ga ik vooral onder mijn jukbeenderen en vooral richting mijn kaaklijn een beetje de skul alvast voortekenen. En dit doe ik vooral met een wat vettige potlood, want dit ga ik helemaal vervagen. En dit zorgt eigenlijk voor dat je heel erg ingevallen wangen krijgt, waardoor dus echt een beetje als een skelet eruit gaat zien. Dan gebruik ik dit paletje van Colourpop en ga ik met deze mat zwarte oogschaduw de lijnen alweer even wat heftiger maken. En door een crème en een poeder in combinatie te gebruiken, krijg je een heel erg mooi verloop van kleur. Probeer er vooral voor te zorgen dat je symmetrisch uitkomt. Dan ga ik deze middenbruin tint gebruiken en deze ga ik ook weer blenden. Dit doe ik met de stippling brush van Colourpop en dat geeft ook weer dat extra verloop van kleur. En hoe meer diepte je eigenlijk inbrengt, hoe meer ingevallen je wangen zijn. En vooral als je van voor kijkt. Dan gebruik ik de Benefit Hoola Bronzer. En die ga ik met mijn Hoola kwast helemaal vervagen. Waardoor ik toch het wat geloofwaardiger laat lijken. Zodat alle harde lijnen vervaagd worden. Maar je nog steeds de diepte erin houdt. En dit breng ik ook aan helemaal over mijn voorhoofd heen. Zodat mijn hele gezicht eigenlijk wat diepte extra krijgt. En heel erg ingevallen lijkt. Vooral mijn kaaklijn neem ik ook heel erg strak mee. Dan gebruik ik een wat donkerdere kleur bruin en ga ik eigenlijk de botten in je nek wat meer aanzet. Ook om die wat meer diepte te geven. Het ziet er altijd een beetje eng uit, alsof je heel erg dun bent. Maar dat is natuurlijk juist wat je wil met een skelet. Dat het er echt heel erg realistisch en vooral een beetje eng uitziet. Het is tenslotte Halloween. En ook zeg maar waar je nekwervels zeg maar normaal gesproken lopen, ga ik ook wat extra aanzetten. Zodat ook dat er een beetje creepy uitziet. En dit kan je eigenlijk gewoon heel makkelijk doen zoals je ziet met een bruine oogschaduw. Vooral met een poeder, omdat je dan heel erg mooi die lijnen zacht kan vervagen. En zo ziet het er het meest realistisch uit. Dan ga ik mijn neus even kleuren. Dit doe ik eigenlijk ook gewoon omdat je neus natuurlijk wat platter moet lijken. En ook dit doe ik met de Jumbo Eye Pencil in de kleur Black Bean van NYX. Teken de randjes voor en daarna kleur ik hem helemaal in. Ik probeer vooral daardoor de lijnen weer wat strakker te maken. En dan ga ik met een gel eyeliner van Catrice dit helemaal inkleuren. En zorg vooral voor dat je niet je hele neus meeneemt, maar juist de illusie wekt dat je neus optisch wat kleiner is. Ziet er wat realistischer uit. Dit vervaag ik ook een beetje onder mijn neus door, zodat ik niet een harde lijn krijg. Dan ga ik een oogschaduwbasis gebruiken. Deze is van Urban Decay.
En ga ik met een zwart oogpotlood tijdlijnen. En ik ga weer met Black Bean op mijn ooglid. En dit ga ik helemaal inkleuren. En door zo strak mogelijk te blijven werken, probeer ik hem eigenlijk een beetje op te bouwen. Met een stomperkwastje alles weer goed te blenden. Dit mag best wel een beetje slordig. Het mag er wel een beetje rommelig uitzien. En dit doe ik ook onder mijn ogen. Daarna ga ik het met een zwarte matte oogschaduw van Colourpop zetten. Omdat het natuurlijk een potlood een vettig product is, wil je wel dat het goed blijft zitten. Daarom zet ik hem met een mat zwarte oogschaduw. En dan ga ik met de Benefit Hoola de randjes een beetje vervagen. Zodat je ook weer dat bruin terugkrijgt wat je ook op je gezicht hebt gebruikt. En dat de kleuren wel mooi in elkaar doorlopen. En ik heb gemerkt dat een combinatie met zwart met bruin vooral echt dat hele diepte effect heeft. Alsof ik hele ingevallen ogen heb eigenlijk. Dan ga ik met White Lies van Makeup Geek eigenlijk de randjes een beetje schoonmaken. Ik doe met een heel fluffy kwastje. Zodat ik toch een beetje de vervaagde lijntjes krijg. En dat het net even iets cleaner is, maar toch een beetje smoky blijft. Dan ga ik met de Double Stacked van NYX. En dit zijn de vezeltjes door mijn wenkbrauwen heen. En wat ik eigenlijk ga doen is, ik ga mijn wenkbrauwen wat slordiger maken, wat rommeliger. En doordat het dus ook een beetje wittig is, wordt het ook wat lichter ervan. En ook met White Lies ga ik onder mijn kaaklijnen wat strakkere lijn trekken. Om ook mijn contour een beetje cleaner te maken. Dan ga ik met de Overwrite Glazed Donut highlighter aanbrengen. Dit is een hele lichte, bijna witte highlighter. En daarom is deze perfect voor deze look. En je mag best wel even iets meer gebruiken. Ik ga met Asteria van Meraki Cosmetics mijn wenkbrauwen. En eigenlijk daarboven ook helemaal inkleuren. En dit is een hele mooie geel-gouden pigment. Waardoor je toch een beetje glam aan je look geeft. En dit ga ik ook helemaal door mijn wenkbrauwen heen aanbrengen. Waardoor het eigenlijk lijkt alsof ik niet echt wenkbrauwen meer heb. Ik breng dit ook aan in mijn binnenste ooghoeken. En wauw, wat is het toch een prachtige kleur. Ik ga de MAC Lip Erase gebruiken om mijn lippen eigenlijk helemaal licht te maken. En met dezelfde kleur van Makeup Geek in White Lies ga ik dit ook weer zetten. Dan ga ik mijn mond tekenen. En wat ik eigenlijk ga doen is, ik ga een soort tanden tekenen. Dus dat doe ik met een eyeliner, met een potlood. En ik ga eigenlijk gewoon proberen om eigenlijk bij elke tand een lijntje te zetten. Waardoor het er heel erg realistisch uitziet. Ga ik met een klein dun kwastje en de kleur Asteria ook de tanden eigenlijk goud maken. Het is vooral fijn om wat kleiner kwastje voor te gebruiken, zodat je niet kan uitschieten en dat je dingen opnieuw hoeft te doen. Zo werk je gewoon het meest gedetailleerd. Dan ga ik de Basilashes gebruiken van Anitude en de Double Stacked Mascara van NYX. En dan is de look klaar. Dit was dan de eerste Halloween look van 2017. Ik hoop dat jullie hem weer tof vonden. Vond je dit nou een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. En als jij ook heel erg dol bent op Halloween, zorg er dan voor dat je aanstaande zondag de volgende Halloween tutorial ook gaat zien. Want aanstaande zondag komt er weer een nieuwe video online. En ook dit is een Halloween tutorial. Zorg er dus voor dat je geabonneerd bent door op de knalrode abonneerknop hier beneden te klikken. En daardoor ook lid te worden van de Shark Academy familie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal ook zondag weer terug te zien bij een nieuwe video. Dank jullie wel en tot zondag!